Glennis' frasé is geen onderdeel meer van Lady of Soul en dit komt eigenlijk doordat Glennis niet zo goed is voor de publiciteit van het zoelgroepje. Wat eigenlijk ook logisch is, wie wil er samen optreden met iemand die niet normaal kan doen tegen Jumbo-medewerkers? Het nieuws dat Glennis eruit is geknikkerd, bevalt haar niet zo en dat laat ze heel graag merken. Het is de volgers van Glennis opgevallen dat Cecilia Rombly, een van de artiesten van de groep, heeft ontvolgd op Instagram. Dat is erg onprofessioneel omdat ze zo chique uit elkaar zijn gegaan. Juiste kanalen zijn op onderzoek uitgegaan wat daar nu aan de hand is. Als je dacht dat het voorbij was, nee, Glennis heeft ook de andere ladies ontvolgd. Glennis was noodamuse toen dit nieuwtje werd verspreid. Dus Glennis heeft een video op haar Instagram geplaatst waarin ze haar kant aan het uitleggen is. Ik zag Jules voorbij komen over dat ik mensen heb ontvolgd. Nou, ten eerste was ik ontvolgd door die persoon en allereerst. Toen kreeg ik te horen, dat is per ongeluk gegaan. Glennis denkt dat dat niet zo is en heeft daarna de beslissing gemaakt om hun, maar te ontvolgen. Het was nooit mijn eerste zet om iemand te gaan ontvolgen, maar wel dat van de ladies. Bye. Inmiddels willen de dames elkaar weer volgen op Instagram. Ze lijken niet met of zonder elkaar door het leven te kunnen.